Hoe vorm je eigenlijk een kabinet? Nou, na de uitslagenavond, als iedereen zijn roes is uh, uit aan het slapen, het is feest geweest, dan begint eigenlijk al het spel van de kabinetsformatie. De bedoeling is om tot een coalitie-kabinet te komen. De samenwerking van twee of meerdere partijen die gezamenlijk beleid kunnen gaan uitvoeren en die hopen op steun van een meerderheid in, de, in het parlement. Belangrijk is om je te beseffen dat er geen regels zijn bij de kabinetsformatie. Althans niet in de grondwet. Er zijn wel een aantal gewoontes. En eigenlijk kun je zien dat bij elk kabinetsformatie er vier fases zijn. Ten eerste wordt er een onderzoek gedaan naar de mogelijke coalities. Met welke partijen kan er worden samengewerkt? Dan wordt er een regeerakkoord gemaakt. Daarin worden afspraken gemaakt tussen de bepaalde partijen. Dan wordt er nog gekeken naar wie krijgt welke portefeuilles, welke ministeries. En tenslotte wordt er gekeken naar de invulling van de poppetjes. Wie gaat dat nou daadwerkelijk doen, dat ministerschap? Sinds 2012 ligt het initiatief voor de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer. En na de uh, uitslagenavond kom de, komt de Kamervoorzitter samen met de nieuwe fractievoorzitters bij elkaar. En dan gaan zij bespreken of er een debat moet komen over de uitslagen. En of er een informateur al benoemd kan worden of dat er eerst uh, over gesproken wordt met de Kamer. Nou, dat benoemen van een informateur, of misschien zelfs daarvoor nog een verkenner, dat uh, gebeurt dan door de Tweede Kamer en die informateur gaat onderzoeken doen. Die gaat kijken wat kan welke partijen willen samenwerken en gaat zich ook bezighouden met het regeerakkoord. Informateurs, dat zijn mensen die hun uh, sporen hebben verdiend in de politiek en die gezaghebbend zijn. Nou, als dat regeerakkoord dan klaar is, dan is het de beurt aan de formateur. Die vormt echt het kabinet en die verdeelt de posten. En dan kan naar de invulling van de poppetjes worden gekeken. Als je kijkt naar de gemiddelde duur van een kabinetsformatie in Nederland tussen 1977 en 2012 was dat 95 dagen. In 1948 was de kortste kabinetsformatie met 31 dagen. En in 1977 duurde het maar liefst 208 dagen, bijna 7 maanden. Nou, wat was dat voor kabinet? Dat was het kabinet van 8-1. Joop den L. Die had de verkiezingen gewonnen en die dacht: Nou, mijn tweede kabinet komt er zeker aan. Maar hij moest gaan onderhandelen met Dries van 8 van het CDA. En die twee die lagen elkaar helemaal niet. En dat ging helemaal mis. Dus dat kabinet kwam er nooit. Dries van 8 ging uiteindelijk samenwerken met Hans Wiegel van de VVD. En zij kwamen eruit en toen kwam er een kabinet. Het kabinet van 8-1. Het duurt lang in Nederland. Dat is ook vaak een klacht van mensen. Maar waarom is dat dan zo? Nou, er zijn dus geen regels, zoals ik eerder al zei. En daarnaast is het zo dat natuurlijk heel veel oneenigheid was tijdens de verkiezingscampagne. En die moet nauw overbrugd worden. Daarnaast zijn er heel veel partijen die mee willen doen met een nieuw kabinet. En zijn er heel veel mogelijkheden. En ook is het zo dat er geen coalitievoorkeur wordt uitgesproken door de partijen tijdens de campagne. Dat doen ze bijvoorbeeld wel in Duitsland. Dat vormen van een kabinet, daar moet je echt schaken met posten. En uh, je kunt je voorstellen dat elke partij wil de belangrijkste posten. Minister-president gaat meestal naar de grootste partij. Dan heb je nog uh, uh, ministerie van financiën is heel belangrijk omdat je dan gaat over de budgetten en de verdeling daarvan. Buitenlandse zaken heeft veel prestige en ook uh, ministeries in de financieel-economische hoek. Sinds 1948 hebben we ook staatssecretarissen in Nederland. En die kwamen er eigenlijk om de ministers te ontlasten. En sinds de jaren zestig zijn zij eigenlijk een pion om in dat evenwicht, in dat kabinet te verkrijgen. Je ziet ook vaak dat er een minister van de ene partij en een staatssecretaris van een andere partij is.